Wat is dan voor jou zelf het meest persoonlijke liedje? Ja, dat is toch wel het liedje geschreven door Ali Bakker. Jij bent niet meer die man van toen. Dat, is, dat gaat over een familielid waar het nu fantastisch mee gaat, godzijdank. Maar goed, die jongen die raakte even van het pad af en nam de toevlucht naar drugs. Door natuurlijk ook verkeerde vrienden en het beïnvloeden daarvan. En uiteindelijk raakte hij daar alles door kwijt. En dat heeft mij heel veel verdriet gedaan. Waardoor ik op een gegeven moment hem geprobeerd heb op te pakken. Van kom op jongen, we gaan er weer voor en ik ga je helpen. En uiteindelijk nu zijn we 2 jaar eigenlijk verder in dat verhaal. En gaat het fantastisch met hem. Heeft hij weer vrouwen, kinderen en alles erop en eraan. En dat doet je goed, maar dat liedje ligt nog aan mijn hart. En het mooie is, overal waar ik het zing, wordt het zo hard luidkeels meegezongen dat... Ja, er gebeurt iets op het podium als ik dat liedje breng. Dus ik denk wel dat het zeker een hitje is. Maar in die hitlijsten heeft het nooit die waardering gekregen als die jij er nu aan toekent. Nee, maar goed, André Hazes moest ook eerst overlijden voordat hij een keer gewaardeerd werd. Vind ik persoonlijk. Ik bedoel, welke hits stonden er toen die tijd in de hitlijst? Dat was niet heel. En uiteindelijk zijn nu al zijn platen goud en platina. Nou wil ik niet zeggen dat ik eerst dood moet gaan om te scoren, maar ik wil, je hoeft tegenwoordig niet meer in de hitlijst te staan. Ik vind een hit is een hit in de kroegen en in de volksmond. Als het publiek het meezingt, dan kan je toch wel uitgaan van een hit.